beste kijkers, ik ben Lucas van Door. Je bent weer beland in een van mijn video's. Hey mensen, we staan op het punt om een pittig hoofdstuk te beginnen. We lopen nu het slagveld op van wereld 4-5. En dat is de midbaas, het midbaas level. Maar hè, we zien helemaal geen midbaas nog. Dat klopt, want dit is nog maar de eerste battle. En dat is ook opvallend, want meestal bestaan de midbaas levels maar uit één battle. Nu dus niet. We gaan eerst even naar het hoofdkwartier. Om te kijken hoe ik de wapenkeuze en de vaardighedenschema's heb ingericht. Dat waren de wapens en de wapenkeuze, of de vaardighedenschema's zien er zo uit. Voor Rabbit Yoshi en voor Rabbit Mario. En Rabbit Mario en Rabbit Yoshi die hebben als expertise de tackle. Gelijk maar even de krachtmacht van Mario doen. Wat natuurlijk ook had gekund, dat was dat ik Mario's, hoe heet het, helderzicht. Had gedaan. Oké, nu doe ik extra schade aan hem, waardoor hij dood is. Dat is mooi. Ik kan geen magneetdans doen, want dan staat hij met zijn schild richting mij. En dat heeft natuurlijk een negatief effect op hoeveel schade ik kan doen. Dus ik ga hier staan. Waardoor hij met zijn schild hier dezelfde kant op blijft staan. En welke van de twee ik ook doe, hij is het geweest. En ik denk dat ik het beste deze kan doen. En waarom? Dat zal ik zo uitleggen als we de tweede battle ingaan. Het heeft namelijk te maken met die blokken. Die zouden een bescherming kunnen vormen. In de tweede battle. En als ik die blokken nu zou vernietigen, dat zou niet zo handig zijn. Want dan is die bescherming weg. Vijanden. Nou, wat gaan we doen? 54. En, oh, dat is een ondersteuner. Hij heeft weer vol health. Oké. Nu niet meer. En gezien die vampier heeft, kan Rabbit Yoshi weer wat levenspuntjes van hem afsnoepen.
Eigenlijk zou dat alleen belangrijk zijn voor Mario. Want dat is de enige die de volgende battle ook gebruikt gaat worden. Ik denk dat dat het beste is als ik de volgende battle... Luigi en Rabbit Peach gebruik. Twee van vier, perfect. En daar is Bowser Jr. En hij is de midbaas. Hij heeft Spawny in bedwang. En hij heeft een hamer. Mega Junior heet hij. En nu is het doel wel versla midbaas. Nog iets opvallends aan deze battle. Omdat ik hem al een keer gespeeld heb. En al een keer is hij misgegaan. Zullen jullie zo zien. Terwijl ik even de teams instel. Wapenkeuze is voor Mario hetzelfde als de vorige. Voor Rabbit Peach zo. En voor Luigi zo. Vaardighedenschema's moet ik natuurlijk ook nog laten zien. Ik ben onhandig. Zo voor Mario blijft hetzelfde. Rabbit Peach. En Luigi. Vechten. Bowser Jr. en zijn handlangers mogen beginnen. En ik had me tot nu toe niet gerealiseerd hoe waardevol het eigenlijk is dat wij elke battle mogen beginnen. Hij heeft 300 HP, waardoor, als je hem in twee schoten wil uitschakelen, dan moet je twee schoten hebben die het dichtst bij de 150 zitten. Dat zijn Mario en Rabbit Peach. Luigi's schot gaat gebruikt worden op Bowser Jr. Gelukkig dat Rabbit Peach en Mario allebei geen wapens hebben die, zeg maar, je vijand of je teamgenoot ook schade aan kunnen doen. Aan kunnen richten. Geen primair wapen althans. In ieder geval, eerst. Staalstaar. Helderzicht. Bowser Jr. kan nu maar een beperkt aantal tegels bewegen richting ons. Omdat we praktisch altijd schieten als hij loopt. Waardoor nog steeds na het laatste schot hij nog maar 6 tegels kan bewegen. En dat is niet voorbij of dat is niet bij ons. Even kijken hoe het met de Walkures is. Nog redelijk. Jammer. Optimale bescherming. Voor directe schoten althans. Die kan Bowser Jr. niet. Hij kan alleen knokpartij en beveiliger. De Walkure kan het wel. Dus als die gaan aanvallen dan... Ja, dan... Heb ik alsnog de maximale... Bescherming. Vraag me af. Als ik hier ga staan. En Luigi aan de andere kant.
En het is nodig dat we blijven vullen qua levenspunten. Zou dat werken? We gaan het zien. Die buizen hebben een hoog smeltpunt trouwens. Als je magma of lava, een van de twee. Oh, een magneetdans. That's fun. Hij gaat wel achter een blok staan, dat is slim. Waardoor die andere Valkyrie Rabbit Peach moet aanvallen. En dat, ja. En we vullen weer bij. Plus 300, 175. Voor Luigi. 282, 198. Dat is wel een verschil. Waarom kan hij die andere niet door die buis halen? Zonde, man. Luigi kan dat niet. Want hij heeft het de vorige beurt al gebruikt. Nice. Allebei de Valkyries weg. Deze duurt twee beurten, deze één beurt. Omdat ik dat bij Luigi heb laten expertiseren. Om het zo maar even te noemen. Nee, hij kan dus niet raken. Ik kan hem niet zien. Ik weet niet of ik hem had. Ja, ik had hem kunnen raken, maar... Ja, jammer. Ik moet je zeggen, hij kwam maar... schrikbarend dichtbij. Dit is een 100%. Ik ga nog even de kriebelvoeten voor. Nou, ik weet niet of ik dat moet doen. Ik denk niet. Ik denk niet dat het waard is. Hier. Hopelijk inkt. De kritieke toestand, in ieder geval. En nu staat hij weer waar hij stond ongeveer. En ja, dit wordt net niet bereikt, want Luigi is altijd net iets mobieler dan de andere. En ik denk dat we nu onze optimale bescherming hebben gevonden. Alle drie achter een blok, verspreid. En... ja, Bowser Jr. Die kan maar één van ons pakken en we zijn allemaal full health. Beurt aan de vijand. Oh. Dat valt tegen. 204. Dan. Wat doen we dan?
Als het goed is kan hij de magneet als deze beurt niet. Hier. Oké, dit is best ver. En nu is de vraag, kan Mario's krachtmacht daarbij? Ja, die kan erbij. Dus de beste optie is denk ik Rabbit Peach. Hier. Oké, en wat doen we met de andere wapens? In ieder geval plus 70. En Luigi's Staalster. We gaan zien wat het doet. Meer dan 400 schade, zag ik. En dat is waar. Nou Luigi, je kunt het. 231. 279. Should be it. En hij wordt geëlectrocuteerd ofzo. Hij vliegt geheel weg in zijn Koopa Clowncar. Die ook even langs krijgt. Spawny valt naar beneden. En er kwam rook uit zijn Koopa Clowncar. En Yoshi heeft Spawny gered. Hij is wel buiten het westen. En we hebben onze favoriete Mario character gevonden. Ah, de beroemde Yoshi en Spawny. Doe maar. Het lot is ons eindelijk gunstig gestemd. Maar er is geen tijd voor een feestje. Bowser Jr. kan elk moment terugkomen. We moeten Spawny hier nu vandaan halen. Klopt het dat jij een eigen eiland hebt, Yoshi? Yoshi's eiland. Achteruit, maak hem niet bang. Spawny, gaat het met je? Nou, wij zijn ook blij om jou te zien. Ja, je hebt een... Ja, je hebt inderdaad een storm van vernietiging losgelaten op het paddenstoelenrijk. Toen je zo roekeloos omging met de Supamix. Maar voor een kolossale ramp was deze niet zo erg. Eens zien. Het positieve is dat... ja, de sorbetwoestijn was gaaf. En nu weten we allemaal hoe we het woord sorbet schrijven. Wat een verrassing was dat. Dat was niet zo moeilijk. Maar ze zijn allemaal blij. En het is precies in het aantal beurten wat ervoor stond. Dat is ook mooi. We zijn weer bijgeheeld. Luigi had helemaal geen bijheling nodig. Hij was gewoon goed beschermd. Het hol van Bowser Jr. 40 krachtbollen erbij. Dat is natuurlijk een enorme toevoeging aan ons vaardighedenschema weer. 3500 munten. Komen we op 4932. Kunnen we weer wat wapens van kopen. Voor Yoshi misschien wel. Yoshi sluit zich aan bij het team. Hij heeft de aardbever. Stamsprong. Richt grote schade aan, dat is eigenlijk hetzelfde als de Walkure dus. De gelukstrekker verhoogt de kans op supereffecten voor het hele team. Oh, dat is zeg maar die supereffecten schade aanricht aan vijanden. Dus niet om ze te krijgen, maar om ze uit te delen. Oké, wat kan hier nog meer? 24 nieuwe wapens beschikbaar. Krijg krachtige nieuwe wapens voor je helden. Meer info, ga naar het hoofdkwartier. Doorgaan. Oké. Waar zijn we? Zijn we op het slagveld nu? Yep, dit is het slagveld. Muntjes. Yeah, muntjes.
We gaan misschien bijna de 5000 halen. En wat hebben we hier te zien? Een skateboard. Nieuw plan. Haal Bowser Jr. over om een dubbele backflip op zijn skateboard te maken terwijl hij een ijsje eet. Hopelijk krijgt hij dan een pak slaag. Oké, okay. Deel 6. Hoofdstuk 6. En we hebben Spanny. Dus we moeten Spanny naar het Mushroom Kingdom brengen. Hij heeft 400 HP. Hebben we nu Spanny constant bij ons? Of is het maar voor een paar battles? Oh, dit zijn niet blokken die je kunt duwen, jammer. Deze wel. Die kun je vernietigen. Ik weet eigenlijk niet waar ik eerst heen wil. Deze, denk ik. Ik dacht dat we uit zouden komen bij deze buis. Die op slot zat. Maar dat was dus niet zo. Gewoon een stukje gezichtsbedrog. Dit is weer een puzzel. Juist. Moet ik eerst deze dingen natuurlijk weghalen. Oh ja, ik weet ook weer hoe die nieuwe actie heet. De platform. Die gaan we deze wereld leren. Waarschijnlijk. Oh. Ja, ik snap hem al. Oké, wacht. Hoe moeten we de opstelling zien? Er staan maar 3 blokken. Maar wij hebben er hier 4. That's some fun shit. We kunnen in ieder geval hier naar het volgende slagveld. Ook goed om te weten. En, oh. Ik zie hem al, daar beneden. Komen we daardoor? Oh. Ah ja. Die moet daar dan waarschijnlijk. Oh, ik zie hem. Hij staat daar in de hoek. Cool. Leuk bedacht, Nintendo. Nou, deze moet hier ergens tegen de rand. Ik weet alleen niet. Het is één van de. Van de zijmuur. Dus hier. En die andere. Moet tegen de buis aan. Niet goed. Oké. Okay. Deze moet dan nog. Deze moet. Hier, toch? Wacht. Het staat natuurlijk gespiegeld. Soort van. Ja, daar is die. Nice. Krachtbollen. Hoeveel? 20. Nice, we hebben 60 krachtbollen deze aflevering erbij gekregen. En hier hebben we natuurlijk de box hier beneden. En de replica staat daar linksonder ergens. Goed. Dan gaat dit het einde zijn van de aflevering. Ik weet niet hoe lang het duurt. Want de mislukte pogingen, die staan voor deze opname in hetzelfde bestand. Dus ik zie nu hier 1 uur en 18 minuten, maar dat gaat natuurlijk lang niet. Daar gaan we lang niet aan komen. Oké, volgende slagveld, volgende level. Misschien is het leuk om te kijken hoe Yoshi erbij loopt. Oh, ik denk dat ik hem snap.
Waarom kunnen Peach en Luigi niet in één team? En twee Rabbits wel? Of twee... Rabbit Peach en Rabbit Luigi bijvoorbeeld. Je moet op zijn minst een Rabbit... en een held uit het Mushroom Kingdom in je team hebben. En die held uit het Mushroom Kingdom, dat is standaard Mario. Maar je kunt dus niet alleen maar uit het Mushroom Kingdom helden hebben. Dus je moet op zijn minst één Rabbit erbij. En waarom dat is, ik denk om de Rabbits een beetje te promoten ofzo. Zou kunnen. We gaan in ieder geval met Yoshi en Rabbit Mario bijvoorbeeld. En Yoshi denkt dat hij een vliegtuig is. Net als Mario soms. Als hij het even wil doen. Nee, Mario loopt met zijn handen voor zijn borst. En ja, dat vond ik leuk. Oké, volgende aflevering zien we dus. Het eerste slagveld en de eerste battle met Spawny aan onze zijde. Bedankt dat je keek naar deze video. Als je hem leuk vond, doe het duimpje omhoog. Heb je vragen of wil je je mening kwijt? Daarvoor is de reageersector hier beneden in het leven geroepen. Wil je de laatste updates en nog wat irrelevant, maar wel leuke content ontvangen? Zoals memes, speedrun trucjes, livestreams en onbezocht gebied zonder collectibles die er te doen voor het 100% van de game? Spring aan boord van de sociale mediabus en volg mijn Twitter, Twitch, Instagram en Snapchat. Abonneer je op mijn kanaal voor het vervolg van deze en een ruim assortiment aan andere Let's Plays door op de bubbel linksboven te klikken. Wil je nu verder kijken op mijn kanaal? Dan geef ik je drie opties. Klik linksonder voor de meest recente upload. Klik rechtsonder voor de video die YouTube kiest voor jou. En klik rechtsboven voor de volgende video in deze serie. Mits die al gepubliceerd is uiteraard. Ik zie jullie bij mijn volgende video. Gegroet!